Het debuut van de 20-jarige Jasper Huijzer was een lichtpuntje bij een mindere avond op de Vijverberg. We blikken samen met de kerstvers debutant terug op zijn eerste minuten in het Emmen-shirt. Ja, een heel mooi, bijzonder moment voor mij ook. Aan de ene kant wel gemixte gevoelens ook. Dat je wel je debuut maakt, maar hij verliest ook 2-0 uit bij de Graafschap. Toch al met al kan ik er wel positief op terugkijken dan dat ik mijn debuut heb gemaakt. Alleen het blijft toch jammer van de uitslag. Ja, en als je puur naar persoonlijke vlak kijkt, hoe lekker is dit voor je? Ja, heel lekker natuurlijk. Ik speel denk ik ongeveer vanaf mijn onder 13 speel ik bij een BVO. En om dan nu uiteindelijk mijn debuut te mogen maken in de KNVB beker voor FC Emmen, dat is voor mij heel mooi. Wie is Jasper Huijzer eigenlijk? Het is een jongen die heeft bij verschillende BVO's gespeeld in het verleden. Speelt voornamelijk in de aanval. Is op training ook wel eens anders geweest. Tot nu toe vorig seizoen bij FC Den Bosch gespeeld in de onder 21. Hier gekomen dit seizoen in de onder 21. In de voorbereiding mocht ik meedoen met het eerste. Nu dusdanig zoveel bij het eerste gespeeld, getraind, dat ik uiteindelijk ook mijn debuut heb gemaakt. Ja. Wist je al gisteren misschien van Fred iets of voelde je hem aankomen? Een beetje voelen aankomen. Ik kon het misschien wel weten, omdat afgelopen zaterdag mocht ik bij de onder 21 zat ik niet bij de selectie. En trainde ik wel met het eerste mee. Dus vanuit daaruit misschien dat ik het wel kon zien aankomen, maar uiteindelijk weet je het niet zeker. Dus heel mooi. Top. Wat zijn echt jouw kwaliteiten? Mijn kwaliteit, 1-tegen-1 actie, richting goal, dreiging, zorgen voor dat er winnende doelpunten komen. Richting die trend, zeg maar. Wat zijn je doelen dit jaar verder, als je vooruit kijkt? Je hebt een debuut gemaakt. Ja, mijn doelen dit jaar, persoonlijk of met de club? Persoonlijk, zou ik graag bij FC Emmen willen blijven langer dan 1 seizoen. En voor mij denk ik dat het heel mooi is om daar maar eens mee te beginnen. Ja, en je hebt nu je debuut, dat is wel echt een mijlpaal even. Ja, zeker. Dat is wel, ik kan me voorstellen dat het iets is waar je erg naartoe werkt en dus ook niet heel ver daarna kijkt. Maar wat wil je nu wekelijks of wat is een beetje kan je een doel stellen voor jezelf voor dit seizoen verder? Ja, ik zou meer willen invallen. Het voelt heel goed om in te vallen, zo, om in ieder geval om te spelen zo, in dit team, op dit niveau. Dus dat is iets wat ik sowieso meer zou willen. Ja, wat ik nog leuk vind om te zien is dat je ook een buitenlands avontuurtje hebt gehad. Ja. Hoe was dat? Zeker. In Cyprus. Dat was voor mij een heel leuk avontuur. Heb ik ongeveer 3 maanden gespeeld in Cyprus. En de club heet Apea Akrotiri. Vervolgens ben ik daar uitgehuurd aan Paro Kliru. En vervolgens ben ik in Nederland gekomen. Daarna naar FC Den Bosch toe gegaan. Dus voor mij een heel mooi avontuur. Niet alle spelers zijn op zo'n jonge leeftijd al in het buitenland geweest. Wat je echt meeneemt qua ervaring uit dat avontuur? Qua ervaring zijn dingen die ik mee heb gekregen destijds van die trainer. Dat er ook tijdens het seizoen dingen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld een trainer is toen weggegaan, zeg maar, halverwege het seizoen. In die 3 maanden zelfs. Dus uiteindelijk kom je daar, je wordt opgevangen. Maar uiteindelijk sta je er toch ook wel veel alleen voor en dan kunnen er veel dingen veranderen. Dus. Ja, top. Dat was hem. Dankjewel voor je tijd. Ja, graag gedaan.